Steeds meer maken we gebruik van windenergie. Op Goeree-Overflakkee staat een uitbreiding van zo'n 60 molens gepland. En sindsdien is er discussie in het gebied waar ze moeten komen te staan. Onder andere bij de stad aan het Haringvliet. De dorpsraad daar heeft besloten in actie te komen. Handtekeningen en een petitie aan de wethouder. De plannen zijn dat is een voorkeursalternatief wat de gemeente heeft gekozen. Dat er wellicht op 450 meter van onze woningen windturbines komen te staan in grote hoeveelheid. Ja, daar hebben wij sterke bezwaren tegen. En als ze dan toch moeten komen, dan zijn er zat alternatieven voorhanden. Kijk, liever zien we helemaal geen windmolens erbij komen. Maar goed, er zijn wel andere gebieden waar veel minder inwoners zijn en waar ook windmolens geplaatst kunnen worden, veel dichter bij bevolkte gebieden. Vanmiddag dus werden de handtekeningen aangeboden bij het gemeentehuis te Middelharnis. De vraag is hoeveel indruk dat maakt en of er een kans is dat de plannen nog wijzigen. Bij Urk was men valikant tegen. Gemeenteraad, college, iedereen, bevolking, maar ze staan er wel. Maar deze handtekeningen zijn voor u politiek hier in deze gemeente een steuntje in de rug naar Rijk en provincie? In die zin wel, want we zijn aan het onderhandelen over een aantal neveneffecten ook. Hè? En we staan voor een rijksopgave die wij niet gewild hebben, die er voor mij ook niet had hoeven komen, maar waar we wel voor aan de lat staan. De dorpsraad gaat de komende periode met man en macht proberen politiek en bestuur nog op andere gedachten te brengen. En steeds meer dorpskernen op het eiland sluiten zich bij het protest aan.